Don Pero. Ik ben nou niet bepaald een Don Juan. Dat kunt u overhoren aan mijn naam. Ik ben niet overheersend, bruut en hanig. Als macho-type geniet ik dus geen faam. Het liefst gedraag ik mij heel onderdanig en vrouwen zie ik liever dominant. De meeste vrouwen zijn helaas niet kranig. Die hoef ik dus niet in mijn ledikant. Dat smachtende, daar hou ik niet zo van. Dus deze vrouw, die kon mij wel bekoren. Door haar heb ik totaal mijn hoofd verloren. In de kader van Nederland van de commissie van Oostrom komen de vrouwen er maar bekaaid vanaf. En weer een belangrijk falen van deze kanon van Nederland. In mijn kanon, de enige echte kanon van Nederland, verkrijgbaar bij uitgeverij Lieverse op internet, wordt ruim aandacht aan verschillende vrouwen besteed. Ken je nou Simons dochter Hasselaar? Die mag in geen enkele kanon ontbreken. En die ontbreekt dan ook niet in de mijne. Kino Simons dochter Hasselaar was een doortastende zakenvrouw die met ferme hand de rederij van haar overleden man leidde. Tijdens het Spaanse beleg van Haarlem in 1573 verwierf zij faam door een vendel van 300 vrouwen aan te voeren dat duchtig van zich liet spreken. Die van Haarlem hadden ook een kloeke vrouw en de eerbaar weduwe, omtrent 45 jaren oud, kennauw genoemd, die dan de vrouwen in alle nood aanvoerde en de met enige andere veel mannelijke daden boven vrouwenaard bedreef op den vijand, met spiesen, bussen en de sfeert, als een man haar helpende in vrouwelijke habit. Dat was wel even wennen voor de beroeps. En die Don Pero die ik net aanhaalde, daarvan wordt gewaagd in een Spaans archiefstuk en vol huiver wordt verteld dat hem het hoofd werd afgehakt door een vrouw. In andere archieven, Nederlandse archieven, zijn ook nog talloze processtukken te vinden van rechtszaken die Kero voerde tegen wanbetalers. Zo ook tegen de gemeente Haarlem, die het hout weigerde te vergoeden dat zij geleverd had voor de verdedigingswerken. Weer zo'n typisch Nederlands trekje dat hardnekkig door de geschiedenis opduikt. Kino verdween in 1588 tijdens een reis naar Scandinavië. Een andere vrouw, die invloed uitoefende op Nederlandse geschiedenis en in de Kamer van Oostrom ook niet genoemd wordt en vreemd genoeg in vele andere geschiedenisboeken ook niet, was Cornelia. Dat was de zus van de graaf van Rennenberg. Ja, in het begin van die 80-jarige oorlog kwam in 1579 de Unie van Utrecht tot stand. En daarbij sloten 7 provincies zich aaneen tegen Spanje. De stadhouder van Friesland, Drenthe en Overijssel was die graaf van Rennenberg, George Lalaing. Maar die liep opeens over naar de Spanjaarden. En daardoor kwam ons verzet in een kritieke fase. Er ontstond een onoverzichtelijke situatie waarvan vooral de tegen het krijgsgeweld hulpeloze plattelandbevolking het slachtoffer werd zoals gebruikelijk. En pas in 1594 wisten Maurits en Willem Lodewijk Groningen te veroveren. Dat overlopen van die Rennenberg dat werd weliswaar gesteund hoor, door een groot deel van de bevolking. En bovendien had hij het al gebruikt bij de Unie. En hij had zich ook alleen maar aangesloten door een extra jaartoelage van 6000 gulden. Maar wat de doorslag had gegeven bij zijn verraad, was de aanhoudende druk van zijn vroom-katholieke moeder en het constante gezeur van zijn zuster Cornelia.
die daarvoor speciaal naar Groningen was gereisd en hem toebeet. Zult gij een hoofd en de regeerder zijn van den ketters en rebellen? Zult gij uw oude moeder dien hoofdsfeer aandoen? In de geschiedenisboekjes wordt hij afgeschilderd als een opportunistisch egoïst, maar bij zijn dood liet hij de religieuze instellingen en de armen van de stad, ondanks zijn vele schulden, toch mooi 1000 kronen van 40 Brabantse stuivers elk naar. Een moederhart, een gouden hart. Mijn moedertje is mij het meeste waard. Wanneer zij weent, dan krimpt mijn hart ineen. Ik wil haar elke droefenis besparen. Zoals mijn oude moeder is er geen. Zij, die mij ooit in pijn en smart moest baren, en die bij ziekte aan mijn bedje zat, o, dat de Heer haar lang nog mag bewaren. Zij, die ik van mijn kindsheid af aanbad, de allerliefste moeder op deze aard. Voor haar geluk en rust van het gemoed, baat ik desnoods door liters mensen bloed. Zo, nu ook zelfs een pommetje.